bij dit filmpje. Ik ben Monique de Rijk. Nou, je zou misschien denken, wat ziet er verhit en sportief uit dit keer. Nou, dat klopt ook, want ik kom net van mijn rondje hardlopen. En ik raakte eigenlijk geïnspireerd voor het maken van deze video tijdens dat rondje hardlopen. Want ja, ik persoonlijk vind het heel belangrijk dat ik als ruiter niet alleen bezig ben met het lijf van mijn paard, maar ook met het lichaam van mezelf. Dat ik werk aan mijn conditie, maar ook aan mijn spierkracht en aan de symmetrie in mijn eigen lijf. Want ja, ik vind dat moet wel een beetje in balans zijn. Je kunt wel van alles van je paard verwachten. Maar als je zelf niet bereid bent ook in je tijd in je eigen lichaam te steken, dan ja, gaan die twee eigenlijk niet mooi samen. Dan kun je zelf toch een beetje een belemmering vormen voor je paard. Dus ja, mijn tip is ook eigenlijk om daarin zelf ook sportief te zijn. En aan je eigen lijf te werken. Nou, het grote voordeel vind ik dat je daardoor ook een stuk begrip naar je paard kweekt. Want als je zelf sport, dan weet je ook dat je soms gewoon je dag niet hebt en het allemaal niet zo lekker gaat. Ik heb zelf ook met hardlopen ook wel. Soms heb ik het rondje af en dan ben ik bijna thuis en denk ik, nou, een kanon rondje. En soms ben ik 5 minuten onderweg en dan denk ik, gadverdamme. Is ook weer omdraaien en natuurlijk ga je dan wel door. Maar dan merk je gewoon dat je lichaam niet helemaal fit is of niet lekker meewerkt. En ja, dan kun je natuurlijk allerlei factoren hebben. Maar dat geldt natuurlijk ook voor je paard. Je kan ook gewoon zijn dag niet hebben. En dan zijn sommige ruiters wel eens geneigd om dan, omdat zij op dat moment maar lekker willen rijden, dan moet het paard daar ook maar gewoon in meegaan. Terwijl als je zelf op dat moment kan denken, ja, het kan gewoon wel eens dat je niet... dat je lijf gewoon niet meewerkt, dan zul je veel meer begrip daarin voor je paard hebben. En dan misschien maar een dagje ja, wat minder fanatiek trainen. Of zeggen van nou, ik ga lekker naar buiten met hem. Of ik ga lekker rondjes galopperen door de bak. Ik noem maar wat. Dat je daar gewoon veel meer respect en begrip voor krijgt. En dat is hetzelfde. Naast hardlopen doe ik ook pilates. Want je hardloopt natuurlijk heel goed voor je conditie. En je wordt er ook wel lekker los van. Maar het is redelijk beperkt wat je ermee traint. En pilates vind ik zelf een hele goede manier ook om aan de spierontwikkeling te werken. Aan de coördinatie, aan de symmetrie en aan de kracht in je spieren. En dan merk je dus ook heel goed. En met hardlopen heb je natuurlijk vooral dat je op een gegeven moment buiten adem raakt. En natuurlijk als je tegen je grens aankomt, worden je spieren ook wel vermoeid. Maar met pilates voelt het gewoon op een hele andere manier. En ik denk dat dat vergelijkbaar kan zijn met hoe een paard zich bijvoorbeeld voelt als jij een oefening te lang of te vaak doet. Weet je, als je bijvoorbeeld een schouder binnenwaarts doet en die doe je een paar lange zijdes achter elkaar. Ja, dan wordt dat binnenachterbeen natuurlijk constant belast. En ja, dan kan het op een gegeven moment gewoon heel vervelend gaan aanvoelen. Waardoor die oefening ineens niet meer lukt. En als jij dan zegt van schouder, nou kom op, ga nou door. Dan, terwijl dat lichaam het gewoon eigenlijk niet meer kan, dan is dat natuurlijk eigenlijk niet eerlijk. En door zelf dat ook te ervaren, met bijvoorbeeld pilates of met een andere sport, dat je op een gegeven moment als je spieren zeer gaan doen, ja, dan kun je wel zeggen van nou kom op nog 2 of 3 keer. Nou, dat lukt dan soms nog wel, maar dan is het op een gegeven moment gewoon echt, houdt het een keer op. En een paard kan dat niet letterlijk tegen jou zeggen, maar die geeft natuurlijk wel signalen af. En dat moet je als ruiter gewoon leren herkennen en daar respect voor hebben. En dat je soms zegt, oké, nou, je zit op een grens. Soms moet je die grens voorblijven, soms moet je hem even aanraken, soms moet je er zelfs overheen. Maar je moet hem nooit dik overschrijden, want dat is, daar bereik je helemaal niks mee. En daar kun je zelfs echt schade mee aanrichten. Dus dat is eigenlijk ook wat ik hiermee wil zeggen. Van door aan je eigen lijf te werken zul je een betere ruiter worden. Je eigen coördinatie, balans, alles veld door verbeteren. Want met rijden gebruik je toch wel heel wat spieren. Ik weet bijvoorbeeld nog toen ik de eerste keer weer naar mijn bevalling op het paard zat. Ik had er heel erg naar uitgekeken. Ik moet geloof ik 6 weken wachten of zo. Ik had 5 weken gewacht. Ik denk, nou, kan nu vast wel weer. Ik voelde me verder ook prima. Maar ik had er natuurlijk heel erg naar uitgekeken. Ik heb heel lang niet gereden. En de eerste keer dat ik op het paard zat was echt een domper. Nou, ik vond het verschrikkelijk. Het was heerlijk om weer op het paard te zitten. Maar ja, ik voelde gewoon dat mijn romstabiliteit was helemaal weg. Mijn balans, de spieren, het was gewoon allemaal natuurlijk verslapt. Wat logisch is, wat ook nodig is om zo'n bevalling te kunnen doen. Maar je merkt dan ook hoeveel die spieren ook voor de stabiliteit zorgen in jouw lichaam.
En ja, je kunt dat natuurlijk nog meer vergroten door daaraan te werken. En dat is gewoon heel belangrijk, vind ik zelf als ruiter. Dat je ja, daarin ook eerlijk naar je paard toe bent. Oké, ik werk in jouw lijf, maar ik werk ook aan mijn eigen lijf. Want ja, dat is wel zo respectvol. En je krijgt dus meer daarin het begrip, hè, naar je paard toe. Als een kind niet lukt of als hij een keer zijn dag niet heeft. Die zegt van, nou ja, weet je, dat heb ik zelf ook weer. Dan gaan we wat leuks doen. Of dan gaan we lekker laagdrempelig houden vandaag. Dat is helemaal niet erg. Nou, ik zou zeggen, ga fit het jaar door. En je zou merken dat je echt ook daar in je rijden profijt van hebt. En bijvoorbeeld ook tijdens werk aan de hand. Weet je, als je, vooral als je in draf dingen gaat doen, dan moet je toch ja, sneller lopen. En ja, ik merk vaak aan mensen dat je dan heel gauw buiten adem raakt. Terwijl als je gewoon in conditie werkt, ja, gaat het ook allemaal gewoon makkelijker. Dan kun je ook veel makkelijker op de hulpen letten. Want als je heel snel buiten adem raakt, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met je eigen lijf. En dan kun je ook minder makkelijk met paard bezig zijn. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.